Hey YouTube, tof dat je kijkt naar een nieuwe review hier bij Thomas Opent. En het is tijd voor het laatste bier dat ik nog heb staan van Extreme Beers. Extreme Beers is een webshop waar wij van de Dutch Beer Collective regelmatig bieren van mogen ontvangen. En moeten reviewen en dan kunnen we ook wat terug doen voor jullie. Met de code Extreme Dutch Beer Collective kun je nog tot 31 december 2020 10% korting krijgen op je bestelling bij Extreme Beers. Dus wil je voor de feestdagen nog wat leuke bieren bestellen, zij het voor kerst of zij het voor proosten met oud en nieuw. Maak er nog even gebruik van. Hele leuke collectie en bieren van zowel binnen als buitenland. En ik moet dus ook zeggen, deze video wordt mogelijk gemaakt en dus ook een stukje gesponsord door Extreme Beers. Daarvoor heel veel dank. Heel gaaf, Extreme Beers. Wat we hier hebben is een bier van... moet ik even goed zorgen dat ik het goed uitspreek. Waar staat het nu? Want dan ga ik het straks helemaal verkeerd zeggen. Oh, dat doe ik weer hartstikke handig. Brouwerij het Meuleneind. Ik moet het wel goed uitspreken. Brouwerij het Meuleneind. Dit is het tweede bier dat ik review van hun. En dat kwam ook uit de Barrel Project serie. Dit is de 2002. Hele mooie label art. Vind ik trouwens echt een classic uitstraling. Het ziet er heel gaaf uit. De vorige die ik gereviewd heb was een IPA. Double IPA. Gerijpt op... Oh, ik ben even kwijt wat voor whiskyfaten het waren. Maar die kun je terugvinden. Het was een heel interessant bier. En echt een van de mooiste barrel aged bieren die ik ooit gedronken heb. Ik vond hem echt fantastisch. En ik ben daarom ook heel nieuwsgierig naar deze. Dit is een quadruple van 11%. Gerijpt op Tobermory Peated Whisky vaten. Het staat er heel erg mooi op. De vuldatum was 13/03/2019. De botteldatum was 06/01/2020. Het is vandaag 6/12/2020. Dus het bier is nu precies 11 maanden oud. Tenminste... vanuit het rijpen. Hij heeft dus een bijna 9 maanden op vaten gelegen. Er staat een leuk stukje storytime bij. De Barrel Project bieren van Brouwerij Meuleneind zijn stuk voor stuk op unieke houten vaten gerijpt in onze eigen brouwerij. De Tobermory distillerij is gevestigd in het gelijknamige hoofdstadje van het eiland Mull. De westelijke eilanden van Schotland staan bekend om hun geturfde whiskies, zo ook deze. De verfijnde smaak die in de loop der jaren is afgegeven in het vat, heeft onze quadruple hierdoor een rijkere, vollere smaak gegeven met subtiele rokerige toetsen. En dat voor 9 maanden in totaal. Het lijkt wel een kindje. Laat het u smaken. Er zijn in totaal 643 flessen geweest uit vat nummer 70.065. Het was een hogshead, dat is een soort vat. We gaan het even heel mooi eruit halen. Het is 37,5 centiliter. Ja, ik hoor heel veel geweldige goede reacties op bieren vanuit deze brouwerij. En ja, wat ik dus tot nu toe gehad heb, heeft mij ook heel goed bevallen. Ik zou echt zeggen, jongens, ga hiervoor. Hoe dan ook, want die voorzicht was al goed en ik heb alleen maar goede dingen gehoord. Maar ga voor deze bieren, ga ze eens proberen. Want er wordt in Nederland zoveel moois gedaan tegenwoordig qua vatrijpen. En natuurlijk, we kennen allemaal Jopen en Moersleutel, De Molen, weet je, de allergrote bekende namen, Kees. Maar er wordt veel meer gedaan dan alleen dat. En dan een quadruple. Hij schenkt trouwens ook echt als een hele mooie quadruple. Een hele mooie donkerbruine, weet je, dat eikenhouten, mahoniehouten uitstralingje. Ziet er echt, als je hem ziet, een hele flinke schuimkraag ook nog voor een barrel-aged bier. Ik drink hem trouwens uit een Lawrence glas van... Rastal met een Moersleutel logootje erop. Maar als je dit ziet, hij heeft zo'n hele mooie donkerbruine met wat robijnrode hint aan de zijkant. Hele mooie gloed eraan. Hij straalt gewoon bijna met een off-white neigend naar een heel klein beetje kaki schuimkraag. Hij ziet er al fantastisch mooi uit. Laten we eens even kijken wat hij doet in de neus. Ho, holy shit. Je krijgt echt dat, geturfde whiskies, die kan in verschillende gradaties zitten. En wat ik hier aan geturfd krijg, doet me dus echt denken aan jodium. Dat is dat ziekenhuisgeurtje, jodium, wat je in Lafroy ook heel sterk terugkrijgt. En deze Tobermory dus ook. Dat is een hele typerende geur voor die geturfde whiskies. En dat krijg je hier heel mooi terug. Het heeft inderdaad het licht rokerige, absoluut het smoky, maar ook heel erg dat iodine... jodiumachtige ziekenhuisgeurtje. En ik hou daar heel erg van. Ik ben daar helemaal gek op. Mijn vader, ik vind dat ook fantastisch. Ik heb nog een hele goede vriend van me. We hebben ooit, dat is nu al wel weer 13 of 14 jaar geleden, hebben we een fles Lafroy
Voor meer dan de helft op een oud en oudjaarsavond hebben we soldaat gemaakt. Die zijn allemaal gek op dit echt dat zwaar jodium erin. En dat komt hier heel mooi terug. Maar daaronder krijg ik absoluut ook nog echt een mooie quadruple. Je krijgt die rozijntjes, vijgen, dadels. Je krijgt dat mout. Je krijgt dat bready malty, biscuity. Je krijgt voornamelijk dat bready malt. Dat donkerbruin brood. Je krijgt die bruine suikers van zo'n quadruple. Dat gedroogde fruit, wat ik dus net al zei, weet je, dan denk ik aan zo'n gedroogde vijgen en dadels voornamelijk. Niet zozeer verse vijgen en dadels, maar echt dat gedroogde, dat hele intense, zoete. Het is een fantastische mooie balans tussen een basisquadruple en een heftige barrel-age. Oh man, het is echt alsof ik gewoon inderdaad een mooie quadruple met een glas whisky ernaast heb. En het is echt, beide komen goed door. Die geur is fenomenaal. Dit is world class. Eiken, absoluut ook eiken. Je krijgt dat drogen van dat hout, dat krijg je ook heel mooi door. Ja, drogen van het hout. Het is niet zozeer dat. Ja, ik denk dat je wel snapt wat ik bedoel. Als je wel eens vaker van die barrel-aged bier hebt gehad, of dat dry, woody oaky. En wat hinten van wat rood fruit. En dat komt denk ik dan ook weer uit die quadruple. Echt wat hinten van een beetje gedroogd rood fruit. Vers rood fruit, wat besjesachtig. Oh, heerlijk, hij ruikt zo fantastisch goed. Ik moet echt eens even gaan proeven. Extreme Beers, hartstikke bedankt voor dit mooie bier. Tenminste, in de neus een heel mooi bier. Ik denk dat ik qua smaak ook niet tegen ga vallen. We gaan eens even kijken wat hij doet. Cheers. Even wachten, oké. Even wachten nog. Waar die in de neus heel erg dat jodium, iodine ziekenhuis turven gehad, heeft hij in de smaak. Ik word gewoon kalm van dit bier, ik word gewoon rustig. Ik was net heel erg hyped en ik word gewoon echt een stukje. Er valt alsof er wat van me afvalt. Is die in de smaak, is het rokerige en dat smoky, bijna leather tobacco. Leer en tabak van de lichtassig, dat van de turf, komt heel mooi door. Met daaronder een hele mooie quadruple. Misschien dat in de smaak het vat ietsje meer overheerst dan dat in de geur. In de geur had ik een beetje meer balans. In de smaak overheerst het vat een klein beetje. Maar ik krijg echt nog wel een heel, heel mooie quadruple door. Wederom dat gedroogde fruit karakter. Misschien licht looierig. Een soort van tannineachtig iets. Licht looierig. Looierig is volgens mij het goed woord, toch? Dacht ik. Klein beetje dat leer, tabak weer. Rokerig. Echt heel rokerig. Het roker, wat ik al zei, dat smoky, dat kwam in de neus ook wel door. Maar de neus was het veel meer dus weer dat jodium. Ik val in herhaling, dat weet ik. Maar ik kan het niet anders dan gewoon blijven herhalen hoe ontzettend fucking lekker dit is. Dit is echt next level. This is some next level shit right here. Zoals ik al zei, ik ben heel eerlijk. Van de quadruple komt echt nog terug in de smaak. Je hebt toch wel een beetje van dat bruin brood. Je hebt absoluut een beetje dat brown sugar, bruine suiker, stroopachtige zoetheid. Je hebt een gedroogd fruitcomponent, dat rozijnen, vijgen, dadels. Weet je, wat je gewoon echt in een goede quadruple terugvindt. Lichte, fruitige esters van de gisten die je voor een quadruple snel terugvindt. Het is wel wat meer barrel forward, terwijl ik hem dus in de neus.
Ik word hier echt heel, heel erg blij van. Ja, in de neus is dus inderdaad, wederom, het jodium karakter komt wat sterker voor. En de smaak, smoky. Dit is echt een 4,5 voor mij. Dit zijn de bieren. Ik zou dit elk weekend, zou ik een fles hiervan weg kunnen werken. En niet verveeld raken met dit bier. Absoluut niet. Het is gewoon een ontzettend uitnodigend, verwarmend wind. Het is zulk rot weer buiten nu. Het is druilerig. Er zit bijna geen blad meer. Ik zit nu naar buiten te kijken. Er zit bijna geen blad meer aan de boom. Overal bladeren op de grond. Het is druilerig. Het regent af en toe. Er komt echt zo'n typisch figuurtje met zijn petje achterstevoren en zijn bontkraag op zijn hoodie. Komt langs gelopen met een hondje dat absoluut niet bij hem past. Ook leuk. Het is gewoon echt een fantastisch mooi bier. En dat past echt bij zo'n herfstdag die richting de winter gaat. En straks zet ik weer wat muziek aan. En je kunt al de kerstboom even hier zien. Een klein stukje steken daar waarschijnlijk uit. Hij is nu uit met de lampjes, want die flikkeren dan. Dat ledlicht, dat op een frequentie werkt dat. Dan stoort dat op de camera. Dan zie je af en toe wat geflikkerd. Dat wil ik niet. Dus die gaat straks weer aan. En muziek aan. En dan gewoon hiervan genieten. Zo intens genieten. Ik heb geen idee of deze bieren momenteel nog op de webshop staan van Extreme Beers. Maar ga ervoor. Absoluut doen. En wat ik tot nu toe heb gehad van Brouwerij Meuleind in hun Barrel Project serie. Wat ik weet van de reacties van die andere jongens die het gehad hebben in de Dutch Beer Collective. Als je gaat naar de reviews van Gerben en Remy. Douglas zat nog niet bij de Dutch Beer Collective. Die heeft deze bieren nog niet gehad. Maar op hun, YouTube kanaal kun je ook reviews terugvinden van Meuleind. Meuleind, ga het proberen. Ga naar hun reviews kijken. Kijk eens naar hun reacties. En ga dit zoeken. Ga dit drinken. Dit is echt een van de beste barrel-aged bieren. Samen met die andere die ik dit jaar gehad heb. Het is gewoon geniaal. Zo ontzettend goed. Mits je natuurlijk van ontzettend smoky, peaty, dat soort dingen houdt. Als je dat niks vindt, als je niet van die... als je niet van dat jodium, dat ziekenhuis, dat rokerige, dat tabak, dat leer, als je dat allemaal niks vindt, overslaan. Als je daarvan houdt, get her done. En dat was hem wel voor deze review. Zoals ik al zei, echt wel een 4,5 voor mij. Uit de 5. Fuck it. Brilliant. Heerlijk. Wat moet ik nog meer zeggen? Vond je de video leuk? Klik op like. Vond je hem heel erg leuk? Klik op abonneer. Onder in de omschrijvingsbox link naar de webshop van Extreme Beers. Inclusief de code Extreme Dutch Beer Collective. Maak er nog even gebruik van. Dit jaar. Links naar al mijn social media. Link naar de Dutch Beer Collective. En ik zie jullie allemaal bij een volgende video. Tot dan. Proost.